Dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Jerry Egger en dit is het programma van de schrijversgroep 77. Vanavond hebben we als gast Ismene Krishnadat, die tevens de voorzitter is van de schrijversgroep. Maar in eerste instantie gaan we praten over een nieuw boek van haar. En het is toch wel een origineel boek, omdat het een soort van combinatie kookboek, verhalenboek is, maar dan voor kinderen. Dus ik denk dat de eerste vraag eigenlijk zou moeten zijn, en vandaar dat ik het ook stel, is Ismene. We kennen elkaar langer, dus we kunnen Ismene en Jerry zeggen. Hoe je op het idee komt om een boek te schrijven met verhalen, maar tegelijkertijd ook recepten die kinderen kunnen uitvoeren. Jerry, ik weet niet of je het je kan herinneren, maar ik heb een aantal jaren een kookmagazine uitgegeven. Dat heette Kookplezier. Mm-hmm. En vandaar mijn speciale interesse voor koken. Er was trouwens ook een rubriekje in waarin kinderrecepten stonden. Mm-hmm. Verder is het ook zo dat verhalen lezen is echt wel leuk. Maar het wordt nog leuker als je dus iets kan doen naar aanleiding van die verhalen. En in mijn geval leek me dus de combinatie van verhalen en koken een heel goede combinatie. Het is trouwens niet echt een originele combinatie, want er zijn veel boeken die verhalen en koken of liefde voor koken, receptjes combineren. Maar hier in Suriname gebeurt het niet zo vaak als in het buitenland. Kan je voorbeelden noemen van hier in Suriname? Er zijn kookboeken, die ken ik ook. Ja, maar verhalen en kookboeken, nee. Nee, op dit moment kan ik niet voorbeeld, Surinaams voorbeeld noemen. Oké, dus je hebt gezegd, je hebt wat ervaring met die combinatie kinderen koken. Maar heb je in de praktijk, ben je tegengekomen dat Surinaamse kinderen echt een potje koken? Ja. Nou, ik ben dus, gewoon, je ziet om je heen, kinderen vinden koken gewoon leuk. Ik ben ook, redelijk vroeg begonnen met allerlei gekke dingen in de keuken, weet je wel. Koekjes begin je dan mee en zo, pannenkoekjes. Wat in Suriname, dus dat vind ik wel een beetje apart van mijn kookboek. Mijn kookboek is dus gestoeld op Surinaamse gewoontes, hoe ze het hier doen. Maar om even terug te gaan, dus je zei ervaring van kinderen met kunst bij mezelf, vrienden, vriendinnetjes. Maar vorig jaar was ik naar Nikeri gegaan, kinderboekenfestival. En toen had ik dus dit idee al, het was ook al een beetje half uitgewerkt. Een deel ervan is ook opgenomen in dat boek dat toen is uitgekomen, Groeten uit Paramaribo. En ik vertelde dat verhaal, het tweede verhaal wat in het kookboek staat, dat van waarom madame Jeannette krom is, vertelde ik aan die kinderen. Maar ik begon altijd met een inleiding door te vragen wie er kookte. Nou, en bij wijze van spreken kookten al die kinderen, jongens en meisjes. En ik vond het heel grappig, want vroeg je ze wat kookten ze, wat koken ze. Nou, die koekjes werden haast nooit genoemd, het was echt rijst, sardien. Groenten, kip. Dus het waren geen politiek correcte antwoorden. Ze kookten daadwerkelijk. Ze kookten, ja. En dus het blijkt dat kinderen van koken houden. En bij het maken van recepten, heb je daar ook rekening mee? Dus bij het opschrijven van recepten in het boek, heb je daar ook rekening mee gehouden? Ja, ik heb ten eerste in de keuze van de recepten heb ik daar rekening mee gehouden. Ik heb geprobeerd niet te moeilijke recepten. En vooral die recepten van uit de tuin, denk ik dat die vrij gemakkelijk zijn. Nou zijn er ook best recepten zijn die toch een beetje ingewikkeld zijn. Maar ik vind ook, dus kijk, dat kookboek, kook- en verhalenboek is ook de bedoeling dat het ouders, broers, zusters, tantes, ooms bij elkaar brengt. Dus het is niet de bedoeling echt dat een kind daar in zijn eentje dat recept gaat zitten maken.
Ik schrijf ook duidelijk in het boek dat de kinderen waar ze er niet uitkomen of waar ze denken van dat kan ik niet zelf doen, dat ze hulp moeten vragen. Staat ook duidelijk in het boek. Alle meesterkoks, dat zijn dus die kinderen dan, hebben keukenknechtjes. En dat zijn de mensen die ze helpen. Ja. Dus je stimuleert ook een zekere sociale functie rond het koken? Ja, het is hartstikke gezellig om samen te koken. Vooral die dingen van bijvoorbeeld popchi patu en die gezellige dingen uit de tuin is hartstikke gezellig om samen te doen. Ik heb de indruk dat je ook wil stimuleren gezond te eten, want je wijst erop van als ze groenten kopen, moeten ze op dit letten, dat in het boek. Is dat ook een van de functies? Ja, maar niet overdreven hoor, want ik hou zelf heel erg van gezond eten, maar bij mij is gezond eten vooral vers eten. Ja. Vers eten. Dus ik zal niet echt zeggen van eet dit niet of eet dat niet of doe zo. Ik zal alleen maar zeggen zorg dat het vers is. Mm-hmm. En tegelijkertijd, dus je zegt kinderen zijn enthousiast, ze koken, ze willen graag koken. Tegelijkertijd zie je de opkomst ook in Suriname, natuurlijk in het buitenland al veel en veel langer. De fastfoodketens waar kinderen op afkomen en waar men ook bewust kinderen aantrekt met speeltuintjes, met dit en dat. Hoe link je dat met het idee van koken? Nou, moet ik je eerlijk zeggen, ik ben niet zo enthousiast over die fastfoods, maar dat is wat dubbelzinnigs, want ik maak er zelf wel ook gebruik van. Ja. Je kan er soms niet onderuit. Verder zie ik ook dat mijn kinderen gewoon het heel interessant vinden om naar McDonald's te gaan of naar Kentucky Fried. Uh-huh. Dat is gewoon in, dus dat wil ik ze ook niet ontnemen. Laat het dus dan maar en-en zijn. Mm-hmm. Dat ze dan ook leren om gezellig bezig te zijn met ons gewone Surinaamse keuken. Mm-hmm. En dus dat boek zou die prikkel inderdaad moeten geven. Ik hoop het. Mm-hmm. Oké, dat boek is dus rond kinderen die in een huis komen van een verre tante en dan een gasfornuis ontdekken en dan bezig zijn met koken. Dus je hebt het een beetje op een hele speelse manier ingekleed in een aantal dagelijkse handelingen. Ja, ja, ja. Het is dus, het wil in het eerste verhaal willen dat koken tot een spannende ontdekking maken. Mm-hmm. Daarom is dat kookboek ook. Dat kookboek dat ze ontdekken is niet gewoon een kookboek, maar is echt een kookboek wat een paar exceptionele kenmerken heeft. Het zweeft hè, en dat soort dingen. Ja, dus het is ook een beetje dat fantastische, ja. Dat een kinderboek voor ja, sommige kinderen, heel wat kinderen, spannend maakt. Ja, ja. Ja. En het formaat, daar heb je ook rekening mee gehouden. Is dus een beetje lekker groot, makkelijk lezen. Ja. Ja, lekker overzichtelijk. Mm-hmm. Ze kunnen het zo openslaan en dan dat hele recept voor zich hebben. Mm-hmm. Oké, okay, dus het is, zullen we zeggen, kindvriendelijk. Wat zijn de eerste reacties op het boek? Nou, de mensen reageren vrij enthousiast. En ik heb ook al een aantal mensen die eruit hebben gekookt. Mm-hmm. Maar zelf zou ik dan willen meegeven, want niet alles is gelijk gelukt. Wat ik wil meegeven is, lees toch even die instructies heel goed. Hè? Als je begint te koken, zet dan die dingen klaar. En een van de belangrijke dingen om klaar te zetten, is onder andere een weegschaal. Mm-hmm. Wat ik merk, dus de mensen hebben zich dan op de lekkere hapjes gestort. Dus de koekjes en de flan en dat soort dingen. Mm-hmm. Als ik vraag, maar heb je gewogen? Nee, ik heb gewoon maar geschat van. Dat doe ik zelf ook hoor, eerlijk gezegd. Maar ik heb het toch een beetje afgeleerd. Als je je dingen goed wil, maak gebruik van die dingen als een keukenweegschaal en een maatkan en dat soort dingen. Een tweede punt is het bakken in de oven. Hè? Het is toch wel iets, denk ik. Elke oven heeft zijn eigen dingen, vind je niet? Mm-hmm. Dus ik ben geen keukenprins. Oh, jij bent geen keukenprins. Absoluut niet. Helemaal niet. Maar in ieder geval,
sommige keukens zijn warmer dan andere. Sommige ovens zijn warmer dan andere. Dus je moet denk ik op een gegeven ogenblik, er staan instructies. Mijn instructies gaan meestal uit van 350 graden Fahrenheit. En ik denk dat je toch een beetje moet experimenteren om met jouw eigen oven te kijken wat de juiste tijd is. Dan heb ik het over dingen die dus echt moeten rijzen en gaar moeten worden. Hè? Met name de koekjes. Het is natuurlijk wel grappig dat je zegt van mensen, ja, enthousiast koekjes, flan. Maar de groentegerechten die zijn dan niet direct zo van, laten we dat direct doen? Nee, ik denk, tot nu toe de mensen die me hebben gezegd dat ze eruit hebben gekookt, die hebben ze dus op de zoete afdeling gestort. Ja. Je zit natuurlijk met, als je bezig bent in de keuken met koken, ook met een aantal, ja, tussen aanhalingstekens, gevaren. Je bent bezig met vuur, bent bezig met scherpe voorwerpen, met glas. Hoe probeer jij daar iets aan te doen? Hoe hou je er rekening mee? Oké, ik denk dat op den duur elk kind zal moeten leren om met deze voorwerpen te werken. Mm-hmm. Je kan niet aan het kind blijven zeggen, raak die oven niet aan of raak het gasfornuis en pak dat mes niet. Dus het is een proces dat ze moeten doormaken. En daarom heb ik dan die tips erin van, als je dat doet en je vindt het een beetje eng, vraag hulp. Ik heb ook bijvoorbeeld bij het gebruik van de blender, want dat vind ik ook. Ik bedoel, je hebt allerlei soort moderne middelen nou. Dan moet je niet aan het kind gaan zeggen van luister, neem een rasp en ga dat ding urenlang zitten raspen. Mm-hmm. Of zoiets. Ja. Tegenwoordig gebruikt men de blender of de mixer of dat soort dingen, toch? Mm-hmm. Oké, dus op den duur moet dat kind ook weten te werken met de blender. Ja. Maar dan staan er wel met grote hoofdletters staan er waarschuwingen van. Steek nooit een roerlepel in de blender als de blender aan is. Mm-hmm. Zet als de blender aan is het deksel op de blender karaf. Mm-hmm. Dus die waarschuwingen die heb ik wel opgenomen in de recepten. Mm-hmm. Een van de opvallende, en het schiet me te binnen, een van de opvallende zaken nu is inderdaad de belangstelling voor koken. Hè? Als je kijkt naar de televisie bijvoorbeeld, daar heb je een x-aantal kookprogramma's nu, van noem maar op, Indiase keuken tot van alles en nog wat. Is het een sign of the times, weet je, de belangstelling voor koken? Nee, het is helemaal koken? Geen sign of the time. Food is something basic. Uh-huh. En daar draait het gewoon het hele leven om. Uh-huh. En als je goed nagaat, weet je hoeveel tijd per dag we bezig zijn met eten? Dus ik ben ooit eens een keer naar zo'n Walt Disney Park gegaan in Amerika. En toen, we waren geloof ik een beetje vroeg. Het was nog niet zo druk. En ik weet niet meer wie de opmerking maakte, maar het was echt zo van, jongen, wat, overal zijn er eetstandjes. Mm-hmm. Wel, tegen 12 uur. Moest je vechten om aan de beurt te komen om wat te eten te krijgen. Ja. Want iedereen is op een gegeven moment, je moet gewoon tenminste 1 keer per dag behoorlijk eten. Oké, maar je hebt eten en eten, dus je kan een snelle pot maken. Dus, maar de belangstelling echt voor iets meer dan alleen maar die snelle pot. Dat vind ik wel opvallend. Dus in de vorm van allerlei televisieprogramma's, zelfs uit het buitenland. Nou, dus het jouw boek, weet je. Dus vandaar mijn vraag van, is het a sign of the times? En natuurlijk ook de link, en dat is natuurlijk minder aangenaam met de bezorgdheid nu over overgewicht bij kinderen, noem maar op. Hè? Dat meer ongezonde van het eten van nu. Mm-hmm. Dus ik weet niet, hoe deal jij met dit soort zaken? Dus volgens mij is het geen sign of the time. Volgens mij zijn al die. Dus het is geen sign of the time dat er belangstelling is voor eten. En ook niet dat er belangstelling is voor iets meer dan alleen maar je eten naar binnen schrokken. Mm-hmm. Of een soort basic maaltijd van rijst met groente of zo. Ja. Dus volgens mij hebben mensen altijd al iets meers en iets leuks willen maken van hun maaltijden. Mm-hmm. En
Wat je wel kan zeggen is, nou, er is nu meer ter beschikking. Hmm. Waardoor ze inderdaad ook meer franjes... ik bedoel, vroeger hadden we bijvoorbeeld geen lasagne en al die pasta's waren er niet en dat soort dingen. Dus je hebt, er komen nieuwigheden bij waarmee je kan experimenteren. Mm-hmm. En het verschijnsel van kinderen die dik worden, we zouden dat moeten natrekken of dat in Suriname ook het geval is. Maar volgens mij is dat, valt dat in Suriname toch best wel mee. Mm-hmm. Ik weet het niet, ik heb geen cijfers, maar zijn natuurlijk, als je kijkt naar het buitenland, zijn het dingen waar mensen veel meer aandacht aan besteden. Hè? En het is opvallend. En eigenlijk ook het hele idee van fast food. Ja, ja. Dus dat men in Europa zegt van, juist, ik wil geen fast food. Dus fast food in de zin van snel iets naar binnen werken, een hamburger of whatever. Maar dat men dus echt dat sociale van eten weer gaat benadrukken. Dat je niet binnen 10 minuten klaar bent, maar dat je rustig de tijd neemt, anderhalf uur. En dat je niet anderhalf uur constant door eet, maar dat men dus ook praat enzovoorts enzovoorts. Dus meer het sociale benadrukken van het eten. Ja. Weet je, dus... dat lijkt me wel interessant. En wat jij in je boek dus ook benadrukt, is ook een beetje van gezellig samen koken. Samen. Ja, want ik heb eigenlijk geen richtlijnen voor het eten opgenomen. Ja. Behalve dan schenk het in zo'n kopje en dien het zo op. Maar niet van, ja, daar zou je ook nog een hoofdstuk aan kunnen wijden van kou rustig, neem je tijd, versier de tafel. Ja. Dus eigenlijk, wanneer het eten klaargemaakt is, wat dan volgt, of wat daar tussenin volgt. Hè? En dat je dus op zo'n manier ook benadrukt dat eten niet dat idee van alleen maar fastfood is, maar ook het sociale van... Hoewel, het laatste hoofdstuk gaat over een diner. Ja. Waarbij de mensen dus echt heel deftig gaan zitten en eten met de muziekje op de achtergrond en zo. Ja. Oké, dus dat is je meest recente publicatie. Maar je bent natuurlijk al aardig wat jaren bezig met schrijven, met publiceren. Misschien kan je iets vertellen over de beginperiode. Dus je begon met kinderboeken, als ik me niet vergis. Ja. Vertel eens over die beginperiode. Dat was... Nieuwe streken van Konima Anansi. Oh ja, dus dat was in een niet zo gemakkelijke economische tijd... Uh-huh. Als ik me dat herinner. En dus iets wat nu denk ik op dit moment zwaar achterhaald is. Dat speelde toen wel. Van er zijn heel weinig Surinaamse kinderboekenschrijvers. En heel weinig Surinaamse kinder. Er was weinig Surinaamse kinderliteratuur. Ik zat toen ook in het onderwijs. Op de kweekschool gaf ik les. En van daaruit heb ik dus toen... wat geschreven, kinderboeken geschreven. En ik was toen ook bezig met het ontwikkelen van... naast die kinderboeken was ik ook bezig met gewoon het schrijven van... onderwijskundig materiaal voor het vak pedagogiek. Mm-hmm. En daarbij leerde ik dus het layouten via de computer. En als je eenmaal... toch eenmaal bezig bent, nou dan layout je maar direct gewoon een kinderboekje erbij. Ja. En dus je schreef en je kon dan tegelijkertijd ook de afwerking van wat je schreef zelf doen? Ja, tenminste tot aan het drukproces, want we hadden toch wel een drukker nodig. Ja. Oké, dus toen begon je. De reacties waren positief. Jij bent een van de eerste, misschien de enige die toen de literatuurprijs voor kinderboeken won. Was dat een prikkel om verder te gaan? Ik heb die literatuurprijs eigenlijk vrij laat gehad. Toen had ik al een heleboel boekjes gepubliceerd. Ja, maar die prijs werd nooit gegeven, geloof ik. Dus, En achteraf pas is het tot me doorgedrongen hoe belangrijk het is om prijzen te geven. Mm-hmm. Dus op dat moment dat ik die prijs kreeg, vond ik het gewoon wel leuk. Het was een periode waar... de economische omstandigheden niet zo best waren. Dus het was best wel leuk als mensen daar een feest voor je gaven in Krasnapolsky en je mensen mocht uitnodigen en dat je ook nog eens een keer een maandsalaris erbij kreeg. Want dat was ongeveer het niveau van die prijs. En maar nu pas realiseer ik me hoe binnen het letterenbedrijf, hoe belangrijk het is voor mensen om prijzen te hebben. Waar mensen naartoe
kunnen werken, zal ik maar zeggen. Want nu produceert iedereen maar, misschien is die prijs inderdaad niet eens zo nodig, maar nu produceert iedereen maar er is nooit iets vanuit de overheid van wat je zegt van, oh, dat zijn de boeken die, die toch wel... Voor het voetlicht gehaald worden. Ja. Nou, er is een nieuwe directeur van cultuur, dus als hij luistert, misschien is dit een van de dingen die hij weer uit de kast kan halen, de literatuurprijs. Nou, ik vind het absoluut nodig, want op dit moment, dus ik ben ook betrokken bij de activiteiten van de Taalunie. En er is op dit moment op de middelbare scholen een project, dat heet Inktaap, waarbij dus de leerlingen boeken moeten bestuderen van Vlaamse en Nederlandse schrijvers. Op dit moment zitten binnen dat project geen boeken van Surinaamse schrijvers. Een van de argumenten daartoe is dat men niet weet welke boeken men zou moeten selecteren om mee te doen. Want de Nederlandse en Vlaamse boeken die meedoen, dat zijn bekroonde boeken. Die hebben dus een of ander prijs gehad in Nederland of Vlaanderen. Maar omdat er geen bekroonde Surinaamse boeken zijn, weten ze dan niet welk boek ze dan binnen dat project moeten brengen. En daarmee wil ik zeggen van, dan wordt onze productie, onze Surinaamse literatuur wordt eigenlijk zo'n beetje dan erbuiten gehouden. Mm-hmm. Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan wat er in Guyana gebeurt, waar in de jaren 80, als ik niet vergis, begin 90, er een Guyana Prize is uitgeschreven, met een behoorlijke beloning overigens hoor, $5,000 of zo, dat is... denk ik meer dan een maand salaris van, in elk geval, van mensen in het onderwijs. Maar, en iedereen kon meedoen, dus ook Guyanese in het buitenland. En om de 3 jaar of zo wordt die prijs gegeven. En het is toch wel iets waar mensen naar uitkijken. Mm-hmm. Weet je, dus de Guyana Prize. En het heeft toch ook, en laten we elkaar niet voor de gek houden, het feit dat er een behoorlijke financiële beloning is, dat geeft natuurlijk ook een zekere prestige aan die prijs. Mm-hmm. Ik bedoel, de Nobelprijs voor de literatuur is leuk, maar als je $1 miljoen krijgt, maak je het nog leuker. En wanneer is het? September, oktober of zo, wanneer de prijs wordt bekendgemaakt, is het een happening. Ja. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is. En nogmaals, er is een nieuwe directeur van cultuur, dus misschien kan hij dit... weer oppakken. Maar oké, we waren dus bezig met wat je allemaal schreef. Een van de opvallende boeken vind ik persoonlijk Veren voor de PI. Kan je daarover iets vertellen? Hoe ben je ertoe gekomen om iets te schrijven over inheemse cultuur? Ik ben ertoe gekomen, het was eigenlijk binnen dat kader van die 500 jaar Amerika. Maar ik ben sowieso, was ik geïnteresseerd in de culturen van de volkeren die in ons binnenland wonen. Want ik vind het binnenland van Suriname een van de prachtigste gebieden die ik ken. En de tradities, de culturen van de volkeren daar zijn heel erg rijk. In die tijd was ook het boekje van Hugo Esset uit. Dat ging over de Binnenlandse Oorlog, hè? Mm-hmm. En de Binnenlandse Oorlog is... De Binnenlandse Oorlog van de 18e eeuw, dus niet van die... Nee, niet van, van 1980. Het is... Wanneer was die? Nou ja, in ieder geval, het was voor... zo aan het begin van de slavenimporten, geloof ik. Nee, het is in feite, ja, de 18e eeuw. Eigenlijk het hele idee van marronage. Ja. Dat boekje was een heel interessant boek, omdat het een periode beschreef in de geschiedenis die helemaal nergens aan de orde kwam. Mm-hmm. Zeker niet in ons onderwijs. En het is een gegeven dat denk ik bij heel weinig Surinamers bekend zijn, dat op een gegeven moment dus de inheemse zich verzet hebben tegen de blanke overheersing. Mm-hmm. En, want het is altijd zo van, die Indianen die waren er, maar die waren dan zo zwak. Die gingen allemaal dood. En toen moesten ze maar die sterke negerslaven binnen. Dat is het verhaaltje wat ik kende. Mm-hmm. Kende jij wat anders?
Ik had toen al wat meer gelezen en ik ben geschiedenis gaan studeren. Maar dat is een sideline. We hadden het over veren voor de PI. Maar goed, dat was het al. Dat is het algemeen beeld dat er bestond volgens mij. En zo werd het ook binnen de geschiedenisboeken gebracht met Casas. De, hoe heet die man ook alweer? De Las Casas. Bartolomé de Las Casas. Bartolomé de Las Casas. Ik zei bijna Casas de Las Américas. Dat is iets anders. Maar goed, dus het was zo interessant dat gegeven dat ik dat heb verwerkt in dat boek. Dus dat boek speelt zich af in die periode. Ik heb natuurlijk wel een paar dingen erbij verzonnen. Hè, van die, er zijn dus drie stammen. Dus je hebt die trio's, die Arawakken en de Caraïben. En die waren verdeeld. Dat klopt ook met het algemeen beeld wat men geeft in de geschiedenis. Dat de inheemse door hun verdeeldheid verzwakt zijn. Maar wat ik las in dat boekje van Hugo Esset was dus dat er op een gegeven moment een alliantie is gevormd. Juist om die blanken te weerstaan. Nou, dus dat komt dus ook zo voor in dat boek. En verder zijn er natuurlijk verhaallijnen bedacht. Het begint allemaal met een tweeling die geboren wordt, jonge meisje, wat een verboden aangelegenheid is. Want er mogen geen tweelingen geboren worden. En eigenlijk moeten ze gedood worden, maar ze blijven toch nog in leven. Tegen de tijd van wanneer die jongen dus een volwassenheidsproef moet doen, dan verdwijnt dat meisje. En de mensen denken dus dat ze dood is. En ze vinden het eigenlijk maar goed, want eigenlijk had ze toch dood gaan moeten bij de geboorte. Mm-hmm. Maar die jongen, die jongen die gelooft er dus niet in en die gaat haar opzoeken. Mm-hmm. En het blijkt dus dat ze terecht is gekomen bij, dus die waren er in die tijd toen ook, die Maron-groepen die in het bos leefden. Mm-hmm. Maar het boek bevat ook allerlei leuke, fantastische, hè? Dus heel fantasierijke stukjes, wat het zo bijzonder maakt. Ja, ja, ja. Oké, de tijd dringt een beetje. Misschien kunnen we dan praten over een ander werk, want dat was dan inheems, Veren voor de PI. Maar dan kom je met Satiem, wat dus weer een beetje het leven van contractarbeiders, in dit geval van een Javaanse vrouw. Hoe kwam je daarop in verband met 100 jaar Javaanse immigratie? Nou, een heleboel dingen die ik doe, die zijn eigenlijk een beetje reacties op dingen die er gebeuren in de gemeenschap. En er was een grote belangstelling voor historische romans. En ik dacht van nou, over de Javanen, met name Javaanse vrouwen, is nog niets geschreven. Mm-hmm. En in die tijd was ik ook goed bevriend, nog steeds goed bevriend, met Kit Ling, Chompyanghi, die een studie had gemaakt van de Javaanse cultuur. En zo is mijn interesse ook gewekt voor de Javaanse cultuur. En heb ik dus dat verhaal geschreven van die Javaanse immigranten die naar Suriname is gekomen. Mm-hmm. Maar ook daar weer een heleboel fantasie erin verwerkt. Precies. Dus dat is natuurlijk een van de constanten in je werk. Hè? Dat verwerken van heel wat fantasie. Oké, dan maken we een sprong naar het werk voordat je dus je kookboek schreef. En dat is science fiction. Dus we hebben inheemse contractarbeiders en dan science fiction. Hoe is je belangstelling gewekt voor science fiction? In feite is het helemaal niet vreemd, want ik heb bij mezelf ontdekt vanaf het begin eigenlijk dat ik schrijf, dat in ieder geval dat ik de werkelijkheid mix met de realiteit. En ook ben ik me gaan interesseren. Eigenlijk is dit een reactie weer op al die historische romans en al naast die historische romans ook de aandacht van Surinamers voor het verleden. Met name is het een reactie op mensen die nostalgisch naar Suriname kijken. Dus het is gewoon een, volgens mij, als je creatief bezig ben, dan heb je actie en reactie. Dus het is gewoon een reactie daarop. En dan zie je eigenlijk, wij werden op een gegeven moment geconfronteerd met een heleboel literatuur door Surinaams-Nederlandse schrijvers, ook door Surinaamse schrijvers die hier zijn, die
een nostalgische inslag hadden, hè, die ons terug lieten blikken. Terwijl ik aan de andere kant woon ik hier in Suriname en ik vind dat ik hier een toekomst moet opbouwen. Ik heb geen zin meer om terug te blikken op die slavernij en al dat soort dingen. Leuk, en ik vind het ook leuk om 1 juli te vieren en al dat soort dingen leuk, maar waar wij op een gegeven ogenblik naar moeten gaan kijken is de toekomst. En die toekomst, het is niet dat ik zomaar zeg we moeten naar die toekomst kijken. Die toekomst komt op ons af. Die toekomst komt op ons af in de vorm van globalisering. Die toekomst komt op ons af in de vorm van allerlei soort technologie die we hier, waar we hier mee te maken krijgen. En waar de jeugd mee te maken krijgt. Dus die stap naar science fiction is niet eens zo gek gemaakt. Want ik zit daar middenin met allerlei jongeren om me. En die zijn de hele dag met hun computers en met hun telefoontjes, hun mobieltjes en hun internet. En weet ik veel, ze zijn geïnteresseerd in dit soort dingen. Dus dan neem ik dat als een aspect van het willen mengen van de realiteit met fantasie. Mm-hmm. Het viel me ook op. Ik zat in de jury en dan komen we dadelijk op het festival dat gehouden is. Een jury van korte verhalen van gevestigde auteurs. En het viel me op dat er inderdaad toch wel een aantal schrijvers en schrijfsters zich bezig hebben gehouden met science fiction, de toekomst. En ik dacht bij mezelf van, is dat een nieuwe trend? En toen dacht ik direct ook aan jouw boek natuurlijk. Dat men zich bezighoudt met science fiction, met de toekomst. Ja, ik heb het ook gemerkt. En ik hoop dat het een trend is die zich gaat ontwikkelen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat het iets is, dus dat boek van Shakuntala is. Er zitten een aantal dingen in die me vanaf het begin hebben geboeid. Dus niet van het begin dat ik schrijf, maar dat ik dat boek ben begonnen te schrijven. Maar vanaf het begin dat ik deel uitmaak van deze samenleving en nadenk over deze samenleving. Want die tegenstelling van traditie die we hebben, mm-hmm. Ik zal maar zeggen, ons zogenaamd tussen aanhaling achter zijn. Mm-hmm. En aan de andere kant die infiltratie van allerlei moderne technologieën en allerlei moderne denkwijzen en die hele invloed van machtsmetropolen in de wereld op kleine gebieden zoals Suriname. Dus die problematiek, daar ben ik vanaf het begin eigenlijk al heel erg mee bezig geweest. Mm-hmm. En in Shakuntala is er ook dus een mengeling daarvan te zien. Een mengeling van, nou, dit zijn al die moderne dingen die op ons afkomen. Hoe gaan wij daarmee om? Geven we onze cultuur op? Geven we onze eigen identiteit op? En nemen we maar alles over? Dat zie je toch bij die jongeren. Je ziet het trouwens overal. Mm-hmm. Ik bedoel, we eten westers. We zijn westers gekleed. We praten een westerse taal. Je hoeft maar naar de televisie te kijken om de invloed te zien. Ja. Dat is een enorme invloed. Oké, dus eigenlijk als je het goed bekijkt, hè, we zijn begonnen met je kookboek en toen teruggegaan in de tijd, heb je nogal wat thema's, genres aangestipt en daarover geschreven. En van Anansi-verhalen tot inheemse cultuur, Satyam, Shakuntala, kookboeken voor kinderen. Is dat interessant om zo heel breed, dus je niet vast te bijten in een onderwerp en daar eindeloos veel over te schrijven, maar dus echt heel, heel breed, heel verschillend. Is dat heel bewust? Dus ik ben het eigenlijk helemaal niet ermee eens. Volgens mij schrijf ik altijd over hetzelfde. Oké, leg uit. Dus ik schrijf altijd vanuit een Surinaamse cultuur.
Dat is punt 1. En dat kan ik ook bij Shakuntala aantonen. Mm-hmm. Hoewel mensen gaan zeggen van het is science fiction, het speelt zich in miljoenen jaren verder af. Maar ik kan heel duidelijk aantonen dat de basis te maken heeft met Suriname. Mm-hmm. Dus dat is 1. Tweede punt, mijn stijl is overal hetzelfde. Mm-hmm. Ik maak een mengeling van fantasie en realiteit. Mm-hmm. En in de derde plaats, neem ik gewoon een sociale problematiek. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die volgens mij niet, die constant zijn, als ik het goed bekijk. Ja. Dat is interessant. Dus je geeft aan, je schreef vanuit de Surinaamse optiek, maar dat geeft dus aan dat in Suriname er verschillende invloeden zijn. En dat komt dus tot uitdrukking in je werk. Ja, ja, ja. Oké, dus je beschouwt het niet als breed, maar gewoon een Surinaamse optiek wanneer je schrijft. Ja, ja. Dus die basis ligt daar bij Suriname. Mm-hmm. Oké. Het laatste onderwerp. Ik heb het al aan het begin gezegd. Je bent dus hier als schrijfster van een kookboek, maar uiteraard ben je ook voorzitter van de schrijversgroep. En de afgelopen weken is er nogal wat gebeurd op het gebied van literatuur, hè? En een van de opvallende activiteiten was Werelden in Ontmoeting. Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden over Werelden in Ontmoeting. Ik ben sowieso tevreden erover dat wij weer een festival hadden. Maar ik ben echt tevreden over een aantal punten binnen dit festival. Voorbeelden? En, ja. Eén punt waar ik bijzonder tevreden over ben, is dat met dit festival toch wel op aangetoond is dat literatuur iets is van het volk en voor het volk. Je zag dat. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Hè. Bijvoorbeeld, in dit festival was er een duidelijke aandacht voor de orale literatuur. Mm-hmm. En de orale literatuur is iets dat gewoon komt van het volk. Mm-hmm. En dat is dus naar het volk gegaan. Een ander punt waarin je het zag was in de debatten tussen de schrijvers onderling. Dus het was niet een selecte groep echt, maar allerlei schrijvers door elkaar. De debatten tussen schrijvers en schrijvers in spe. Mm-hmm. Dus die vonden ook een plaatje. En de debatten tussen schrijvers en publiek. Je bent bezig met de mensen. En nog een punt waarop je het zag, is de uitbreiding van het scholenprogramma. Want de vorige keren was het scholenprogramma beperkt tot de middelbare scholen en het IOL. En nu zijn we naar lagere scholen gegaan. We zijn naar de technische school gegaan. We zijn naar MULO-scholen gegaan. En daarnaast weer die middelbare scholen en het IOL. Dus als ik het zo bekijk, dan is er wel een duidelijke statement gemaakt van dat literatuur, het is geen elitaire intellectuele bezigheid, maar literatuur is iets waar iedereen, het is een kunst waar iedereen zich bij betrokken kan voelen. En het is natuurlijk opvallend, de publieke belangstelling, hè? Als ik denk aan de opening in Fort Zeelandia, nou, dat was denk ik een behoorlijke massa mensen op de been. Ja, maar ik moet wel zeggen, alle voorgaande festivals waren druk bezocht. Uh-huh. Dus ja. er is gewoon hier een klimaat dat heel positief is voor de literatuur. Uh-huh. Maar als je verder kijkt, dus bijvoorbeeld de avond in Uniek, de 8 maart, Internationale Vrouwendag, viel het me ook op dat het toch heel vol was. Ja, ja, ja. Nou, dus laat me zeggen, ik ben over het algemeen bijzonder tevreden over dit festival. Maar er is wel een puntje wat ik minder vond. En dat is dat ik vind dat het hedendaagse Surinaamse proza geen duidelijke plaats heeft gehad binnen dit festival.
Uit de debatten is gebleken dat het hedendaagse Surinaams proza, het heeft een eigen stijl. Het sluit namelijk aan op die orale literatuur. Mm-hmm. Wij schrijven meer vertellend. Mm-hmm. En dat is denk ik een kenmerk, een stijlkenmerk waar wij ons bewust van moeten zijn en waar wij ook trots op moeten zijn. En in die zin vind ik het dus jammer dat het Surinaams proza, het hedendaagse Surinaams proza, geen eigen plek heeft gehad binnen dat festival. Ja, ja. Maar als je het toch bekijkt, waren er aardig wat momenten waar dus proza-fragmenten werden voorgelezen, hè? Ook door buitenlandse de schrijvers. Het was niet uitsluitend dus poëzie. Ja, dus de buitenlandse schrijvers hebben veel kunnen voorlezen uit hun werk. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Cynthia McLeod heeft geen enkele keer voorgelezen uit haar werk. Roewe heeft één keer voorgelezen op die avond. Ik heb mijn opening speech moeten combineren met een stukje uit mijn proza. Alfons heeft ook alleen maar op de openingsavond de gelegenheid gehad. En toen heeft hij geen proza gebracht, maar alleen maar poëzie. Robbie Parabiersingh Rappa, die heeft ook geen enkele keer voorgelezen uit zijn proza. Dus als ik het zo bekijk, Susie heeft ook geen enkele keer voor. Ze heeft een gedicht gebracht op het... Op de openingsavond, want er was gezegd dat je vooral kort moet zijn. En voor proza heb je toch op zijn minst, denk ik, 5 minuten tot 8 minuten nodig. Hmm. Het voordeel was natuurlijk, zeker de openingsavond, dat het ontzettend vlot is gegaan. Hè? Ja. En hier in Suriname is dat niet altijd een van de kenmerken. Dat, hè, hoe langer, hoe beter sommige mensen dingen vinden. Maar dus wat de opening betreft, vond ik het echt... heel geslaagd dat het heel vlot was. Maar dus nog wat sidelines. Hè? Dus je hebt de positieve kanten, overwegend positief. Je hebt ook aangegeven, oké, wat proza betreft, de mogelijkheden voor Surinaamse schrijvers wat minder. Maar je geeft iets uit en het moet verkopen, want je investeert erin. Mm-hmm. Was er ook een duidelijke stijging in de verkoop van literatuur in de periode rond het festival? Dat weet ik niet, want wij hebben ons niet bemoeid met de verkoop van de boeken. Mm-hmm. Dat was toegekend aan FT Books. Mm-hmm. Dus dan zou je dat aan hun moeten vragen, of hoe dat verloopt. Belangstelling is dus ook in de vorm van verkoop. Ten slotte, naast Werelden in Ontmoeting, was er ook het jeugd... Kinderboekenfestival. Het Kinderboekenfestival. Kunnen we daar kort iets over zeggen? Was dat geslaagd in het Flamboyant? Ik denk dat het wel geslaagd was in een bepaald opzicht. Namelijk dat wij als schrijversgroep een hele duidelijke plek nu hebben binnen dat festival. Mm-hmm. Tenminste als boekverkopers van Surinaamse kinderliteratuur. Uh-huh. En lukte dat? De verkoop? Nou, we hadden direct een enorme concurrentie. Want we hadden een hele mooie plek gehad in de hal, de grote hal. Maar die moesten we delen met wel 6 andere professionele boekverkopers. En in de middaguren van de gewone door de weekdagen viel de verkoop nogal tegen. Trouwens, in de ochtenduren verkoop je geen boeken omdat je dan groepen kinderen ontvangt. En die groepen kinderen, die kan je dus dan vertellen van nou, dit zijn de Surinaamse kinderboeken, dit staat daarin, dit zijn de schrijvers. Je kan wat oefeningen met ze doen. Maar die ochtenden zijn niet echt voor verkoop. Dus de echte verkoop, die waren op de vrije dagen, dat was Pagwa. Het was vrijdagmiddag en zaterdag was ochtend, dat was de laatste dag. Dat is een redelijk goede verkoopdag. Dus, maar ik moet zeggen, bij het Kinderboekenfestival geldt ook dat wij als Surinaamse schrijvers, ja, misschien ligt het ook aan onszelf hoor, maar in ieder geval andere schrijvers, denk ik, die uit het buitenland komen, worden meer voor het voetlicht gehaald. Maar ja, misschien moeten wij daar zelf afdwingen, zou ik zeggen. Ja, aan gaan werken.
dat we die plek krijgen. Oké, dames en heren. We hebben dus gesproken met Ismene Krishnadat over haar meest recente boek. Een combinatie van koken en verhalen. Het is voor de jeugd. We zijn daarna toch ook een beetje gaan kijken naar andere activiteiten van en andere publicaties van Ismene. En uiteindelijk de activiteiten van de schrijversgroep de afgelopen weken. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.